Ja, dames en heren, jongens en meisjes, welkom weer bij de volgende video. Wij zijn net in Den Bosch geweest. Wij feliciteren Heroes Den Bosch met de derde Supercup die ze hebben gewonnen in de historie. Heroes Den Bosch, van harte gefeliciteerd. En Maartje, ik weet ook dat jij dit ziet. Van harte gefeliciteerd. Je kunt morgen gaan trakteren. Ik wil je gewoon een hand geven morgen. Van harte gefeliciteerd. Ik doe het uit sportiviteit. Feliciteer ik je als donorsupporter natuurlijk. Dus in ieder geval van harte gefeliciteerd met de Super Cup. Wij moeten ons gaan concentreren nu op de thuiswedstrijd van 8 oktober thuis tegen Aris Leeuwarden in Martini Plaza. Dat is de volgende wedstrijd. En dan gaan we naar de volgende wedstrijd van de Eredivisie. Kopjes omhoog en weer door. De volgende Eredivisie zijn zaterdag 1 oktober. Dan speelt PSV uit bij Cambuur Leeuwarden. En Amsterdam Ajax speelt thuis tegen Go Ahead Eagles om 8 uur 's avonds. Ook op zaterdag 1 oktober. Zagreb speelt 's avonds om 18:45 thuis tegen AZ Alkmaar. En dat is in ieder geval weer volgens mij de zaterdag. En dan hebben we ook nog Twente tegen Vitesse. Hebben we ook nog zondag 2 oktober zijn er ook nog Eredivisiewedstrijden. In ieder geval, dit is weer de vlog voor vandaag. Mam, wat vond je van de wedstrijd? Ik vond Heroes Den Bosch echt fantastisch. Ja. Ik kan niet anders zeggen. Ja, wij hebben één speler die heel goed was en verder was iedereen gewoon echt heel slecht. Ik weet niet wat er aan de hand was met hun, maar de motivatie was er waarschijnlijk niet. Nou, we moeten ons gaan focussen op de volgende wedstrijden in de competitie van Donau met in die BNX League of zo. En dan gaan we weer naar de volgende wedstrijden. FC Grun speelt ook weer thuis tegen AZ Alkmaar. En dan hebben we in ieder geval de punten heel hard nodig om weer weg te komen van die gevaarlijke plaats daar waar we nu staan. Voor nu hou ik het er even bij. Ik ga morgen weer naar mijn werk en dan feliciteer ik Maatje natuurlijk. Ik hoop dat Maatje, dat jij dat ziet, en van harte in ieder geval iedereen in Den Bosch gefeliciteerd met de derde Supercup in de historie. Wat ik voor vuurwerk heb gekocht, daar wou ik het nog even over hebben. Wij hebben 3 dozen waar echt mooi vuurwerk uit komt. We beginnen met de kleintjes, met het kindervuurwerk wat erbij zit. Dan beginnen we met de kleintjes en eindigen we altijd s'avonds om 12 uur met de grote knallers. Dat voor iedereen, kan iedereen zien wat wij gekocht hebben. Want dit wordt echt fantastisch, jongen. Ik ga uitpakken voor de jaarwisseling in ieder geval. Ik hoop dat iedereen een hele mooie jaarwisseling heeft. Wat er ook gebeurt, jongens, altijd blijven lachen. En we gaan gewoon weer door. Positiviteit. En we gaan lekker morgen weer naar het werk. De laatste werkdag alweer. En dan heb ik vrijdag in ieder geval vrij. Zaterdag vrij, zondag vrij. En dan ga ik maandag weer lekker aan de bak. Dus voor nu wil ik iedereen heel erg bedanken. En Den Bosch van harte gefeliciteerd. Gefeliciteerd met de beker. Wij gaan door naar de volgende wedstrijden. Focus moet weer op de volgende partij tegen Aris Leeuwarden thuis. Voor Donau op 8 oktober. Dus in ieder geval voor nu een fijne avond. Slaap lekker voor straks. Er is niet heel veel te melden. Oh ja, wat ik wel kan melden. Er is een kindje op komst in ieder geval. Van mijn zus, maar ik mag nog niet zeggen wat het geslacht is. Dat blijft nog even een verrassing. Wie allemaal tot mijn zus het op Instagram zet of wat dan ook. Op de social media. Hou het in ieder geval in de gaten. En ik hoop dat iedereen gewoon een goede gok doet in ieder geval. Ik ga het gewoon nog niet zeggen, maar jullie mogen het gokken in de reacties. Zet het in de reacties in ieder geval. Wat je denkt, wat het geslacht wordt. Dan kan ik er misschien een keer op gaan reageren als het... Als het zover is dat ik het bekend mag maken. En voor nu hou ik het hierbij. En ik hoop dat iedereen een hele fijne avond verder heeft. Ik weet dat het moeilijk is voor vanavond voor Donau. Kopjes omhoog en weer door. Kom op, jongens. We gaan er weer voor. Kopjes gebruik. Dit was niet best vanavond. Nou, op naar de volgende wedstrijden. En wij rijden, zoals jullie nu kunnen zien, rijden wij hier. Het is een beetje mistig. Nou, dan weet je dat ook weer waar we nu rijden. Voor zaterdag 1 oktober. We zitten straks alweer in de nieuwe maand. En dan gaan we natuurlijk ook straks weer naar november toe.
En daarna gaan we naar december, jongens. We hebben nog een paar maanden te gaan. Oktober en november. En dan gaan we naar december. Nog in ieder geval, als we straks in oktober zometeen zitten, dan hebben we november en december. Dan hebben we nog drie maanden. Oh, zie ik net van mam. 3 maanden. Dan weten jullie dat allemaal. We gaan nu gewoon 3 maanden nog tegemoet. En dan lekker om naar oktober. Dan november, dan december. En daar gaan we knallen, jongens. Vrijdag 30 december, hou mijn vlogs in de gaten. Want daar gaan wij het vuurwerk ophalen. Vrijdag 30 december, tussen 2:30 en 3:15, moeten wij in Rode zijn. Dat is onze bestelling daar, wat we dan kunnen ophalen. Ik wens iedereen een hele fijne avond. Slaap lekker, welterusten. En ja, in de bos, gefeliciteerd iedereen. Morgen een leuke dag om te werken. Ik denk dat onze begeleider gaat trakteren. Want dat was de deal. Als Den Bosch zou winnen, zou jij hem gaan trakteren in ieder geval. Wij hebben verloren. Ik feliciteer jullie natuurlijk gewoon uit sportiviteit nu. En weer door. Op naar de volgende wedstrijden. En hopelijk volgend jaar winnen wij in Den Bosch wel met goede spelers. En zullen we alweer zien wie volgend jaar kampioen van de Supercup wordt. Heel erg bedankt voor het kijken, jongens. En houd hierbij gewoon gezellig met elkaar. Sportiviteit naar elkaar toe. En geen rare reacties in ieder geval in de reacties. Ik kan zien wat er gezegd wordt. En ik hoop dat iedereen gewoon elkaar een beetje sportief behandelt. Dit was de vlog voor vandaag, voor vanavond. Houd lekker sportief naar elkaar toe. En feest lekker met elkaar daar. Wij gaan lekker naar huis. En wij gaan op naar de volgende partijen. En FC Groningen speelt dus thuis tegen AZ Alkmaar. Het weekend gaat straks beginnen. En thuis tegen AZ en PSV speelt uit tegen Cambuur. En Amsterdam thuis tegen Johan Eagles. Jongens, ik hou het hierbij. En dan gaan we zo meteen slapen. Jongens, ik check jullie later. Namorgen naar mijn werk ga ik weer vloggen. Of ik maar kijk nog even of ik een vlog daar kan maken. Of ze mij een vlog kunnen maken daar. Ga ik even vragen. Ik houd hierbij. Fijne avond. Dikke, vette peace. Jongens, tot morgen. Slaap lekker. Welterusten. En we zien jullie bij de volgende video's. Ik houd hierbij. Ik sluit hem af. Wil je nog wat zeggen, man? Welterusten. Het was niet best. Jongens, op naar de volgende partij. We gaan lekker slapen. Tot morgen. Slaap lekker, welterusten. En we zien jullie graag terug bij de volgende video's. In natuurlijk oktober, november, december en januari natuurlijk weer. Jongens, heel erg bedankt en tot morgen. Peace out.